Goedemorgen, je spreekt met Paula Dubois. Ik heb weer een nieuwe film. Ik moet wel vertellen dat iedereen hier ziek is, dus mijn stem is ook niet zo heel erg mooi. Ik wilde even laten zien wat ik met de envelopjes, boekjes had gedaan. Dus ik heb bij sommige heb ik er dus een bandje over gedaan, zodat ze dicht kunnen. En hoe je envelopjes afgemaakt zijn. Dus hier heb ik een bellyband op gedaan met een leuk motiefje. En dan kan je dus voorzichtig hem onderuit halen en dan kan je het envelopje gebruiken. Dus dit zijn de finished products. Het afgemaakte product. En dan deze heb ik aan de achterkant de bellyband gedaan. En dan doen ze alle twee de flapjes dicht houden. Ik heb hier dus ook een worstje tape op gedaan. Bij deze heb ik aan de binnenkant een bellyband gedaan. Dat is een buikbandje. Hè. Dat is vrij vertaald. In Nederland noem je dat vast geen buikbandje. Maar in het Engels noem je dat een bellyband. En aan de achterkant heb ik nog een extra bellyband gemaakt. Met een extra vakje, omdat deze niet goed gelukt was. Maar hij is heel toch mooi geworden. Bij deze heb ik helemaal een dingetje overheen gedaan. Die je eraf kan schuiven en op kan schuiven. Dus zo laat ik ook nog zien hoeveel verschillen je kan maken met een bellyband. En deze is weer hetzelfde eigenlijk als de eerste. Alleen deze is dan de voorkant leeg en dan de achterkant. Nou, dat heb ik gemaakt, afgemaakt. Ik heb inmiddels 5. Ik moet er geloof ik 7 hebben voor mijn agendaboekjes. Want die heb ik ook al de omslagen af. Ik heb alleen nog de agenda erin niet af. Ik heb een freebie van Victoria Design gedownload. Dat heb ik gekregen via een filmpje. En dat zijn dus bibliotheekkaarten, zoals ze zeg maar voor de oorlog en voor de computer gemaakt waren. Deze zijn in het Engels. En ze heeft dus een achterkant print, want dit is dan zeg maar een overblijfsel van de print. Er zit dus een achterkant print op. En op de voorkant krijg je dan de tekening van je vouw. En dan is de achterkant kan je geprint krijgen. En dan heb je dus dat bij de kaartjes ook. De kaartjes heb je voorkant en dan een achterkant print. Het zijn dus 3 pagina's. Achterkant, bibliotheekkaartje en een envelopje. Een vakje. Ik heb er 2 al gemaakt. Ik heb er eentje ook opgeschreven. Er staat heel duidelijk bij dat het alleen voor persoonlijk gebruik is. Dus deze zou je dus eigenlijk niet mogen verkopen. Dat is wel heel jammer. Maar ik moet wel zeggen, als je een beetje handig bent met Excel, zou je heel mooi ook zelf zo'n kaartje kunnen maken. Ik zou wel alleen of een andere benamingen of andere volgorde van benaming nemen. Want als je het helemaal exact hetzelfde maakt, dan kan het zijn dat je dan een kopieerwerk aan het doen bent. En dat mag dus niet. Je moet wel je eigen werk en je eigen persoonlijkheid eraan geven. Dat geldt dus eigenlijk ook voor de kopieerbladeren die ze voor de achterkant heeft gebruikt. Dat is eigenlijk allemaal speciaal in haar lijn gebruikt of aangekocht en dan weer doorverkocht. En of ze heeft het helemaal zelf gemaakt, dat kan natuurlijk ook en dat denk ik ook. En daarom is het van haar persoonlijk en zij mag daar dus aan voorwaarden aanstellen dat het alleen voor persoonlijk gebruik is. Ik heb ook nog bij de Action wat leuke dingetjes gekocht, want deze zijn dus voor mijn eigen agenda. En dan ga ik ook leuk versieren. Ik ga laten zien hoe ik het gedaan heb. Dit is het eindproduct. En dit is zeg maar hoe je het uitknipt. En dan ga ik de scorelijnen zetten, want ze heeft het op haar eigen video ook uitgelegd in het Engels. Dus ik leg het nu even in het Nederlands uit.
Hele leuke dame. Ga vooral een keer kijken. Ik zal ook een link naar de video doen. Want het zijn hele leuke producten. Je score dus. Zeg maar. Er zit dus een edge on. Er zit dus een stukje extra aan. Zodat als je het vouwt. Dat je dus niet het wit ziet. Dus je moet goed scoren. Ik leg dus mijn papiertje helemaal met wat ik niet moet scoren op de scorelijn. En waar ik dan wel moet scoren, trek ik dus door. En dan doen we dat bij deze natuurlijk ook. Je ziet ongeveer, er zit een stukje extra aan. Dus je moet iets dieper scoren. Wel goed op de scorelijn blijven. Ik heb hem scheef neergelegd, mijn excuus. En nou zit hij wel goed, dus ik heb hem nu gescoord. Je moet hem niet te hard scoren en niet te diep scoren, want dan beschadig je het papier. Ik heb hem op knutselkanton van de Action geprint. En je ziet, het is ook prima te doen met de Action karton. Je hoeft niet speciaal duur papier te kopen om een mooi resultaat te krijgen. Ik heb wat dubbelzijdig tape. Je kan natuurlijk ook pritstift gebruiken. Je kan een natte lijm gebruiken om je envelopjes dicht te maken. Plak hem even helemaal naar boven. Want dan weten we goed waar die wel open is en waar die niet. Maar je kan hem natuurlijk ook alleen op je witte gedeelte plakken. Even goed scoren. Even goed aandrukken dat hij goed dicht is. En nou plak je nu eigenlijk een deel van de envelop een beetje dicht. Dus nou weet ik niet of het papiertje nog past. Dus dat moet ik zo meteen nog even kijken. Want bij de eerste heb ik dat niet gedaan. Dus ik moet nog even een beetje goed op de lijntjes plakken. Hier heb ik dus ook inkt gebruikt. Inkt gebruikt om het papier een betere definitie te geven. Het hoeft niet. Zonder is ook mooi. Zonder en met. Maar je kan bij wijze van spreken op de video heel goed zien dat je deze beter ziet en dat daar je oog naar trekt dan naar de lege. Daarom is eigenlijk waarom mensen dus inkten. Ik zal deze ook even inken. Ik heb daar een sponsje voor, want dat maakt toch mooier. Want dan kan je het ook een beetje vervagen. Dan is het allemaal niet zo donker. Want ik heb maar één donkere inkt. Een antieke Rich Coco van Memento heb ik. En dat is een bruine inkt. En hoe langer je hem vasthoudt op een punt, hoe donker die wordt. Maar als je het heel licht doet, dan wordt hij ook heel licht. Je kan dit natuurlijk ook doen voordat je hem dichtplakt. Eventjes. En zo is die dus geïnkt. En dan kan er dus een kaartje in. Ja, ik moet niet de bovenkant dichtplakken, merk ik. En op dat kaartje kan je dus verhaaltjes schrijven, je notities maken. Of je kan hem zelfs weggeven als notitiekaartje. En de bedoeling is dat je hem in je agenda of in je notebook doet. Of in je notitieboek of in je... ik heb hier wat agendablaadjes die voor mijn eigen agenda zijn. Dit zijn notitieblaadjes en dan kan je hem dus plakken waar je hem zou willen plakken. Ik heb de hoekjes ook afgerond met een hoekjespunch. En daardoor wordt het net iets mooier. Dan krijg je een net iets netter resultaat. Het is wel zo dat voor eigen gebruik vier van die bibliotheekkaarten kan soms wel eens te veel zijn. Dus
Ik zal ze zeker in mijn agenda wel wegplakken. Want ik doe er ook altijd heel veel schrijfplekken in mijn agenda hebben. Want ik vind het ook wel eens fijn om dingen te schrijven hoe mijn dag is geweest. En dat is wel eens fijn om dat op papier kwijt te raken. Heel veel dagboekmensen zullen ook een heel mooi dagboek vaak hebben. En daardoor wordt het een agenda wel soms heel klein. En dan kan je dus extra papier toevoegen. Ik zal nu deze even inkten voordat ik hem plak. En dan moet je dus de kanten inkten die je het meeste ziet. Hè? Zo, en dan hier ook nog, want dit is de binnenkant. Je kan dus ook zeg maar meer vegen erop doen, zodat hij zeg maar meer gedefinieerd is. En dan weer met een dubbelzijdig tapeje. Deze zal ik wat netter plakken, want hij past er anders niet in. Dus echt op het witte alleen plakken. Ik knip ze door midden, want deze zijn eigenlijk te breed. Want anders past het niet. Ik moet zo nog een stukje afknippen. Even het hoekje af. Maar door te experimenteren kan je dus op een gegeven moment ook ontdekken van nou, wat doe ik fout en wat doe ik goed. Even met je scorepen. Deze komt uit mijn scoreboard. Ik heb ook een andere. Dat is een losse. Die is wat scherper. Die kan ik niet gebruiken op mijn scorebord. Want dan gaat het papier kapot. Want die scoort veel te scherp. En dan snijdt hij eigenlijk je papier kapot. En dat is zonde. Zonde van je werk. Zonde. Even goed op de lijn zetten. En dan is hij klaar. Dus dan heb ik nu 4 pockets zitten op de freebie. En ik heb dus nu 4 pockets gemaakt. Ik zal deze nog even inkten. Ik heb deze niet afgerond. Maar je kan ze dus natuurlijk ook afronden. Net zoals je je envelopje hebt afgerond. Maar dat is eigenlijk niet origineel. Want de kaartjes waren natuurlijk vroeger ook gewoon vierkant. Met een vierkant hoekje. Kijk, het envelopje is... vroeger zat dit gewoon zo in een boek. Met een plakband. En dan was dat het. Maar nu hebben wij er een mooi envelopje maken. Dus dat is modern. En dan kan je dat dus wel afronden. Ik vind dat afronden maakt het net iets meer af. Je kan dus een leuke titel. Want welke boeken hadden ze vroeger wel niet? Een heleboel al. En ik weet niet wat een oud boek is. Maar laten we... voor mijn dochter een kinderboek nemen. En dat is Dolfje Weerwolfje. En die is van Paul van Loon. Nou, hij moet terug op, neem een datum. Op bijvoorbeeld 23 september in 1950. En de naam die hem is Moon. Dat is de naam van mijn dochter. Dat kan je dus doen. Dat hoeft niet. Want nu heb je dus al een eigen touch gegeven aan je werkje. Maar je kan ze ook gewoon laten. Want dit is natuurlijk heel goed op de lijntjes goed te schrijven. Ik ga hem in mijn agenda notitieblad van mijn agenda plakken. Ik zal je ook laten zien hoe ik mijn agenda's gemaakt heb en dergelijke. Ik pak gewoon weer mijn dubbelzijdige tape, al is die al bijna op. Dus ik hoop dat ik nog genoeg heb voor deze video. Want anders moet ik hem gaan plakken en knippen. Ik doe er nu niet te veel op.
Zo. En dit papier heb ik wel zelf gemaakt op de computer. Is met droog en met nat brush gemaakt in Coral Painter. Wij hebben een oude versie van Coral Painter. Ik ben niet zo heel goed op het tekenen met Coral Painter. En zo kan die dus mooi verdwijnen in een signatuur. En dan als je dan wat wil schrijven of wat wil toevoegen, want je kan het vakje ook gebruiken voor foto's. Je kan het kaartje ook gebruiken voor foto's. En zo maakt het een leuk geheel. Dat is het eindproduct.